Inmiddels 8 weken dicht en de mensen willen graag weer aan de slag. Wij willen ook zelf weer aan de slag, dus vandaar dat wij de bomen buiten neergezet hebben. We gaan natuurlijk wel proberen de mensen te compenseren zodra we weer open zijn. Alleen ja, we weten niet 100% zeker wanneer we precies open gaan. En dan weten we natuurlijk ook niet wat we kunnen doen qua compenseren. Maar we gaan onze leden die gewoon netjes natuurlijk allemaal doorbetalen, gaan we compenseren. Uiteraard zijn er mensen die opzeggen. En er zijn ook mensen die hun baan verliezen. Mm-hmm. Er zijn ook ZZP'ers die gewoon zonder inkomen zitten. Of mensen met nulurencontract. Dus die gaan altijd opzeggingen krijgen. Eigenlijk hoop ik een beetje dat we vanavond door krijgen dat we gewoon 1 juni open kunnen. Ik kan me ook wel voorstellen dat de regering zegt van 1 juni is wel heel erg groot verschil met 1 september. Dat we ergens tussenin gaan zitten. Want het moment van dan kunnen we nog iets meer onderzoek doen. Maar ik verwacht wel dat het 1 juni of 1 juli dat we wel open kunnen. Daar ga ik eigenlijk wel een beetje vanuit.